Dit moet de grootste teleurstelling tot nu toe zijn dit seizoen. Ja, kan je wel zeggen. Ja. Ik denk dat, dat we vandaag geen goede wedstrijd hebben gespeeld. Hoe kwam dat? Ja, weet ik niet. Lag het aan de manier waarop de tegenstander speelde, bijvoorbeeld? Heel compact? Ja, dat heeft ook mee te maken natuurlijk. Als je ziet dat Theo bijvoorbeeld, die de laatste tijd heel gevaarlijk is, met name vooruit, die goals maakt, die assist geeft naar voren toe. Die speelde vandaag bijna als libero eigenlijk, als derde centrale verdediger. Dus ja, dat maakt het ons wel moeilijk om de openingen te vinden in ieder geval. Alleen dat is één oorzaak. Maar zelf in de eerste helft bijvoorbeeld was er wel de druk en het spel vanaf de zijkanten zoals jullie dat graag willen spelen. Ja, inderdaad. Ik denk dat we de eerste helft nog wel aardig speelden. Alleen kan je helaas geen goal maken. Omdat we toch op zich wel de betere waren en veel de bal hadden. Alleen geen 100% kansen hebben gecreëerd. En dat hebben we tweede helft eigenlijk niet echt door kunnen zetten. Ik denk dat we nog steeds wel iets meer de bal hadden en iets betere waren. Maar hebben we eigenlijk ook weinig gecreëerd en geen opening kunnen vinden. Is die machteloosheid te verklaren door hun speelstijl? Of door misschien iets wat bij jullie zit? Nou ja, ik heb van tevoren gezegd, als je dit soort wedstrijden wil winnen, dan moet iedereen pieken. En dan moet iedereen in zijn doen zijn van... Wat het niveau halen wat we niet heeft. En ik denk niet dat vandaag het team zeg maar in de individuele dat die allemaal hun top hebben gehaald vandaag. En dan is het wel vervelend dat die op één zo'n moment beslist wordt. Ja. Ja, want ik kan me voorstellen dat je in het gehele beeld van de wedstrijd misschien met een gelijkspel tevreden had kunnen leven. Nou kijk, ik denk dat beide teams wel hadden kunnen leven. En misschien gaf het wel de verhoudingen weer. En anderzijds is het ook wel zo, als je te weinig kunt creëren, dan maak je ook niet heel veel aanspraak op een overwinning. En daar zat het hem vandaag in, denk ik. En dat is niet des PSV's? Nee, dus één dag en één zo'n dag tegen een... In een goede ploeg. En dat is niet structureel in ieder geval. Nee. Hoe nu verder? Moet je heel veel mentale reparaties leveren? Ja, kijk, uiteraard. Maar we moeten er ook geen... Kijk, we verliezen vandaag niet de eindrace. Dat is ook niet zo. En je bent namelijk A, ben je niet weggespeeld. En B, ik denk dat wij wel het vermogen hebben, dat dit team wel het vermogen heeft om... Zeker richting donderdag weer die knop om te draaien. Omdat dat is namelijk weer een hele belangrijke wedstrijd voor ons. En in de pool waar we staan. En als je dan heel snel binnen wil zijn, ten aanzien van de volgende ronde, dan moet je aanstaande donderdag 3 punten pakken.